Nieuwe tip voor vandaag. Geconfijte gember. Wat doen we daarmee? Geconfijte gember, om te beginnen. Hè, dit, dat zijn de hartjes van de gemberknollen. Die worden uitgedraaid, die worden dus afgeschild. Confijten is een soort procedé waarbij men een fruitproduct of iets dergelijks langdurig kookt in suiker, zodat het mals wordt, maar ook bewaard. Maar op gember past men dat procedé ook toe. Dat wil zeggen, je koopt dat in bokalen, in een soort siroop, en je krijgt dat zo in je keuken. Wat kun je er allemaal mee doen? Je kunt daar van alles mee doen. Je kunt die even, dat is zeer mals, maar dat is volledig gaar. Je kunt dat perfect in plakjes snijden. Je kunt dat bijvoorbeeld ook mee door je blender draaien en ergens mee in een vulling van een taart doen of in ijs. Heel lekker. Want gember geeft altijd zo'n beetje die pittige pepersmaak, ook als hij geconfijt en zoet is. Wij gaan zo een heel eenvoudig toepassingsje, maar lekker en waar de smaak van de gember er helemaal doorkomt. Frenchjes met geconfijte gember. Dus we hebben een pannetje met een beetje boter op staan. We hebben een beetje flensjesdeeg. Het is niet de bedoeling dat dat flinterdunne flensjes zijn, want anders gaat onze gember er niet in houden. Een beetje het systeem van flensjes met appeltjes of zo die gemaakt worden. Hetzelfde idee. Ja. En dan gaan we, terwijl dat die onderkant van dat pannetje feitelijk warm wordt en dat pannenkoekje begint te bakken, gaan we die bovenkant al volgen met sneetjes geconfijte gember. Als u zo'n gember verwerkt, die siroop zelf, gooi dat ook nooit niet weg. Kun je dikwijls heel plezante fruit of fruitdranken of cocktails of dergelijke mee maken. Kijk, zo, gember ligt erop, pannetje is vol. Nu gewoon even wachten tot die onderkant van die pannenkoek genoeg gepakt is, stevigheid genoeg heeft om straks alles om te draaien. Kijk, de zijkantjes van onze pannenkoek beginnen al een beetje krokant te worden. Dat wil dus zeggen dat de onderkant zeker goed aan het garen is. De bovenkant begint ook al op te stijven. Gaan we dat gewoon even omdraaien. Zo. En nu is het de bedoeling dat de gember die onderaan zit, die toch gesuikerd is door dat confijten, dat die suiker zich mengt met een beetje bakboter en dat daar een soort gekarameliseerd effect ontstaat. Dat maakt het speciale aan zo'n gemberpannenkoekje. Lang hoeft dat niet te duren, want we gebruiken het woord karameliseren. Kan verbranden ook. Hè. Dus we gaan hem terugdraaien nu. Voilà. Kijk, zo. Simpel. Eenvoudige toepassing van een niet voor de hand liggend product. Het is heel lekker, heel pittig. Als je nu echt zo op de valreep nog een plezante afwerking wil bijdoen, dan doe je een beetje zo in Javaanse sfeer, doe je er een beetje bananen bij. En je giet er een heel klein beetje room over. Niet te veel, zo een kerntje. Prachtig, exotisch dessertje. Tot de volgende tip.